Aiminkema is een fonds wat initiatieven van leerlingen mogelijk wil maken. Wat voor initiatieven? Kan van alles zijn, maar het liefst initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport. En wat ga je dan precies doen? We hebben een leerling die zit in klas 3 en die wil volgend jaar aan de start verschijnen bij onze de triathlon van Woerden. Hij is te jong om bij de triathlonvereniging aan te sluiten. En wij hebben nu een trainer gevonden die bereid is om hem onder zijn hoede te nemen en hem op de goede manier te begeleiden naar die triathlon toe. Dus dat is eigenlijk het eerste wapenfeitje van Aiminkema. Er heeft zich een leerling bij me gemeld die heeft een boek geschreven. Nou, wij gaan kijken of dat boek de moeite waard is om uit te brengen. En als dat zo is, dan gaan we op zoek naar een redacteur, een drukkerij en eventueel een uitgeverij. Om dat boek dan ook daadwerkelijk te drukken. En we gaan kijken of we dat onder de aandacht van de mensen kunnen brengen. Om Aiminkema te promoten heb je een initiatief genomen. Er komt een 24 uur muziekmarathon. Wat houdt dat in? Nou, niet iedereen is natuurlijk nu op de hoogte van het fonds Aiminkema. En om dat onder de aandacht te brengen, heb ik als typisch Minkema man en muzikant natuurlijk binnen Woerden heb ik besloten van nou ga ik 24 uur muziek maken in de aula van de school om aandacht te vragen voor Aiminkema. Je doet het niet alleen, je hebt versterkingen gevraagd. Wie komen er allemaal? Ja, ik heb achtereenvolgens de Bluegrass Boogeyman uit Utrecht. En ze worden de sensatie van Lowlands 2006 genoemd. Daarna komt Jan Canes, natuurlijk zeer bekend, oud-leerling en Woerdenaar, komt een blues sessie doen. Daarna Star People, dat is natuurlijk een van mijn bandjes. Tiny Little Big Band van oud-leerling en nachtburgemeester Marcel Fokker. De hele vrijdag vul ik met muziek maken samen met collega's en leerlingen. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.